Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Wederom een Lego video. En vandaag is het de beurt aan New York City. Nou, Parijs en Londen is het vandaag de beurt aan New York. Dan kom ik gelijk één klein puntje van commentaar. Waarom niet de Brooklyn Bridge erbij? Een van de meest kenmerkende gebouwen van de stad. En het zijn gebouwen, bruggen. Maakt niet uit. Dus gemiste kans. Dus ik hoop dat die nog een keer los te verkrijgen valt. Kijk, dit bedoel ik. Prachtige brug. En we moeten missen. Wat er wel in staat is het One World Trade Center. Of het goed te zien is. Helemaal rechts op de foto. Het grootgebouw. Fullerton Building. Dus die is een van de oudste gebouwen. Heel typisch New York. Vrijheidsbeeld natuurlijk. Dus Flatiron Building. Vrijheidsbeeld. Deze witte is de Chrysler Building, een van de grootste Art Deco gebouwen ter wereld. Heel mooi. En natuurlijk de Empire State Building. Iedereen die in New York geweest is, heeft er wel op het dak staan, denk ik. Mooie foto van af het Empire State Building te zien. Ik heb al een paar foto's zo gemaakt toen. En het leuke aan deze is, hier zit de Lego Separator toeltje bij. Als je je de fouten gaat bouwen en het lukt niet om hem goed voor elkaar te krijgen. Als je te veel geweld gebruikt, dan sloop je heel het gebouw. En nou kun je heel makkelijk het weer ongedaan maken. Zoals altijd weer netjes gepakt. Krakende zakjes natuurlijk. Hier zit de tool. Voor de andere dozen, Londen en Parijs, stond hij ook in het boekje, maar zat hij niet in de verpakking. En deze keer wel, dus. Of ik heb mazzel, of het is zo bedoeld. Ik weet het niet wat het grote plan van Lego is hierachter. Maar we gaan hem vanavond in elkaar zetten. Dus tot dan. Kijk, dit is de gehele inhoud van de doos. Ja, we gaan beginnen. Kijk, dit is het plateauotje. Het plateau is nog iets verder af nou. En dan zijn we op zoek naar deze. Ja, het is gewoon wel een van die.
Daar ben ik weer, inmiddels een dag later. Dit is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Net als de Parijs en de Londen Lego. Schrijf even in de comments of je nog meer Lego wilt zien. Hè? Andere skylines of een andere, of een los gebouw of een auto, motor, weet ik veel. Laat me weten. Vergeet niet te abonneren. Hè? Ik heb nog steeds als doel om de 1000 abonnees te halen voor het einde van het jaar. Dus dat moet zeker gaan lukken met jullie hulp. Denk aan een duimpje en tot de volgende keer.